vanavond te zien in dit theater. Nou, dat valt nog te bezien, Ingrid. Hallo allemaal. Ingrid die bedoelt namelijk dat bij SBS6 Hart van Nederland er een item zou komen net als dit item van Omroep Brabant. Maar dat is al 4 dagen geleden en ze hebben niks uitgezonden. Nou, dat is geen ramp natuurlijk, maar ja, we hebben nog wel 3-4 uur aan besteed om het op te nemen. Dat ging bij Omroep Brabant een stuk sneller. En het meest bekeken alle 4 of 5 dagen. Ik geloof dat het 185.000 keer bekeken is. Het was overigens hartstikke gezellig met die crew van Hart van Nederland. Dus geen probleem. Goed, nu wordt het tijd om eindelijk te vertrekken. Zaterdagochtend, 16 april. Wij gaan vertrekken. Nog even afscheid nemen van de buurvrouw. Heel veel plezier. En nu gaan ze erop naar de camper. Hey Paulus, als ik het niet meer zie, dan trouw maar. Ja, dan zijn we weg, schat. It's happening. We rijden hier in Zwitserland bij het meer van Genève. In het plaatsje Montreux werd een concert gegeven door Frank Zappa en de jongens van Deep Purple waren erbij. En iemand schoot een lichtkogel uit het publiek in het theater. Ja, dat moet je niet doen. Toen vloog de hele boel in de hens en toen trok de rook over het water heen. En voilà, er was een liedje geboren. Smoke on the water. Ja, tot zover deze Wist je dat? Van Bas. En daar zijn we dan, eerst op de echte tussenstop, SaaSV. Het is zo fijn om weer terug te zijn in SaaSV. Oh, zo leuk, echt. Ja, hier hebben wij zoveel mooie herinneringen aan. En dat niet alleen. Kijk zelf maar. Wow. Is dat prachtig of niet? Eerste keer dat we in een camper slapen hier. Vroeger toen ik hier werkte, zei ik, we moeten naar een camper op een wintersportgebied. Nou, het scheelt ongeveer 200 euro per nacht. Dat is geen grap. Je betaalt gewoon, SaaSV is echt heel duur. Je betaalt gewoon 250 euro voor een overnachting en dan heb je nog niks speciaals. En de sfeer is ook heel gemoedelijk hier op de camping. Ja, dus dat is echt ook heel leuk. Fijn. En de camping kost 4 tientjes. Dat is goed te doen. Dus oké, wij gaan even onze vrienden bezoeken in het dorp. We hebben onze vrienden gevonden. Proost. En al snel vonden we onze echte vrienden en werd het nog heel gezellig. En na een heerlijke nachtrust in de Zwitserse Alpen is het nu weer tijd om naar Imola te gaan. Iemand zei mij laatst als grap, tenminste dat dacht ik, ga nou niet na 12 uur 's middags de weg op, want dan hebben die Italianen allemaal geluncht met een goed glas wijn erbij en dan kun je nog wel meemaken op de weg. Nou, hij had gelijk. Maar goed. Ik heb het gevoel dat we al wat dichter bij Imola komen. Zou dit de voorbode zijn van komende zondag? En ja hoor, we komen steeds dichterbij. De vrachtwagen van Gunther Steiner. Oh, Gina Haas bedoel ik. Deze jonge Max-fans wilden wel graag een paar GoMax-stickers. Forza Max! Kom op, een moment hoor. Ja, dat is het. Dat is een mooie. Hi. Thank you. You're welcome. Hi. Max. Bij aankomst in Imola mochten wij nog niet meteen de circuitcamping op. Maar dit was voor ons een hele goede reden om naar La Tana del Lupo te gaan. Een hotelrestaurant in Faenza waar heel veel coureurs al 10 jaar langskomen om te eten. En het komt natuurlijk omdat Minardi, later Toro Rosso en nu Alfa Tauri in Faenza zit. En die hebben een vriendschap gekregen en af en toe worden er wat leuke items, ondertekend door de coureurs, afgegeven in het restaurant. Ja, en deze zie je niet over het hoofd. Dat is wel heel erg gaaf. Echt een restaurant wat je een keer moet gaan bezoeken. Prachtig. Ja, nu zijn we wel. Welkom op de camping in Imola. We gaan ervoor. Zo, we zijn inmiddels gearriveerd op de camping in Imola. En ik kan er kort over zijn. Het belangrijkste nu van vandaag is dat het keihard regent. Om het maar eens even op zijn Brabant te zeggen.
Het valt hier al 2 dagen met bakken uit de lucht. De verwachting is ook niet dat dat op gaat houden vandaag. We gaan het zien. Een leuke kwalificatie voor de sprintrace zit er zeker in. Wat me trouwens verbaast hier in het Ferrari-territorium, is dat er zoveel jongeren gek zijn van Max. Forza Max, oftewel Go Max. Ik heb het hier vandaag en gisteren al heel veel gehoord. Had ik niet verwacht. Oh ja, dan vroeg iemand aan mij hoe er nou een sticker op de camper terecht kwam van werken bij Iveco.nl. Nou, er zit eigenlijk achter elke sticker wel een leuk verhaal. In dit geval werkt een vriend van mij bij Iveco en hij vertelde me dat ze veel personeel kunnen gebruiken. Hij zei, Bas, het is echt een mooi bedrijf en de voorwaarden zijn goed. Ken jij geen technische mensen die een nieuwe uitdaging zoeken? Ik zei, nou niet per se, maar veel van onze volgers hebben wel een technische achtergrond. Dus ik deed hem een leuk voorstel en zo kwam deze sticker op onze camper. En kwam onze droom om deze trip te kunnen maken steeds dichterbij. Win-win situatie lijkt mij. En dus misschien voor jou ook wel. Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Ga even naar werken bij Iveco.nl. Dat gezegd hebbende gaan we ons klaarmaken om naar het circuit te gaan. En geef ik jullie nog een blik van de camping hier. Hij is een beetje troosteloos door dit weer. En echt sfeer is het nog niet echt. Maar we maken er wel iets gezelligs van. Goed, dankjewel voor het kijken en hopelijk vonden jullie deze video leuk. Hartstikke idee. En dankzij deze sponsoren kunnen wij deze video met jullie delen.